Ja, heftige protesten in het Zuid-Hollandse Maasdijk. Die hebben niks opgeleverd. Nee, honderden inwoners zijn gisteravond op de fiets naar het gemeentehuis gegaan om daar te demonstreren tegen een zogenaamd Polenhotel. Ja, dat is een appartementencomplex voor arbeidsmigranten natuurlijk. Ze zijn namelijk heel bang voor overlast, omdat er al zo'n voorziening is in Maasdijk. Dat lijkt de inwoners meer dan genoeg, maar de gemeenteraad besloot anders. Het Polenhotel komt er toch. Mark, begrijp je dat deze mensen bezorgd zijn? Ja, dat begrijp ik heel goed. En ik begrijp ook dat de politiek zich daar al ook in principe tegen was, maar dat het toch doorgaat. Dus ik snap dat wel. Ja, als er onrust is, dan moet je als politicus daar toch rekenschap voor geven. Meneer De Jonge, vindt u het verstandig om dat dan allemaal op één plek te concentreren? Nou ja, als je overlast wil voorkomen, is dat niet altijd natuurlijk de beste keuze. Kijk, ik kan niet treden in de besluiten die ze daar nemen. Maar je hebt daar iets af te wegen, ook als stadsbestuur. Enerzijds het belang van je ondernemers. Het zou eigenlijk natuurlijk veel mooier zijn als ze aan de slag zouden kunnen met mensen uit de bijstand. Maar die zijn niet altijd voorhanden. Je onderneming moet wel gedraaid worden. Je wil wel dat in de kassen gewoon ook gewerkt wordt natuurlijk. En aan de andere kant, ja, als je ze allemaal bij elkaar zet, kan dat ook overlast geven. En ja, daar zijn de mensen natuurlijk in die dorpen. Er zijn al 500, hè? 500. De mensen in die dorpen hebben daar natuurlijk wel tabak van als dat overlast geeft. Dus daar heeft het stadsbestuur dan wel een belang, zeg maar, om die overlast beperkt te houden. Ja, en dus zeker begrip voor de zorgen van de mensen daar.